Hey, welkom bij een nieuwe video. Wist je dat meer dan 80% van onze uitgestrekte oceaan nog niet in kaart is gebracht, niet is geobserveerd en niet is verkend? Het is een duistere wereld vol mysteries, maar soms vangen we een glimp op van wat zich verborgen houdt in onze onontdekte wateren. Vandaag laten we je 20 mysterieuze zeemonsters zien die op camera zijn vastgelegd. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. In deze video zien we een aantal mensen praten op een boot wanneer er plotseling achter hun iets kolossaals naar het oppervlak van het water komt. Volgens de persoon die de video heeft geüpload gaat het hier om het monster van Loch Ness. Het monster van Loch Ness, beter bekend als Nessie, is een legendarisch zeewezen dat gezegd wordt te leven in Loch Ness in de Schotse hooglanden. Beschrijvingen van Nessie variëren, maar de meesten zijn het erover eens dat het een groot, slangachtig wezen is met een bult die uit het water steekt. Sommige wetenschappers suggereren dat het een overlevende plesiosaurus zou kunnen zijn uit het dino-tijdperk. De lengte van Nessie wordt geschat tussen de 10 en 13 meter lang en het gewicht wordt geschat op ongeveer 2300 kilogram. Mensen in de reacties geloven dat dit beeldmateriaal een van de meest geloofwaardige waarnemingen van Nessie is. Geloof jij dat dit zeemonster bestaat? Laat het me weten in de reacties. Nummer 19. Een recente waarneming van een mysterieus zeewezen werd in januari van 2023 op camera vastgelegd door kapitein Daniel Griffey. Hij was met zijn boot aan het varen voor de kust van Zuidoost North Carolina toen hij zijn ogen niet kon geloven. Daniel pakte zijn camera erbij en filmde het moment waarop het zeewezen met zijn kop boven water komt om adem te halen. De meeste mensen in de reactie zijn het erover eens dat het een alligator, een walvis of het monster van Loch Ness is. Maar anderen zijn niet overtuigd en zeggen dat het mogelijk een ongeïdentificeerd zeewezen kan zijn. Een alligator is namelijk niet inheems in de wateren van North Carolina en het is zeer onwaarschijnlijk dat deze in de oceaan voor de kust zwemt. Ten tweede is het waarschijnlijker dat het een walvis is. De kustwateren van North Carolina zijn namelijk de thuisbasis van een grote verscheidenheid aan walvissoorten, waaronder bultruggen, vinvissen en dwergvinvissen. Ten slotte zijn er geen gemelde waarnemingen van het monster van Loch Ness in North Carolina. Kijk nog eens goed als je een zeewezen met zijn kop boven water ziet en vertel me wat jij denkt wat dit is. Nummer 18. Ogopogo is een legendarisch zeewezen dat wordt gezegd te leven in het Oganagan-meer in British Columbia, Canada. De folklore rond het zeewezen dateert uit de 19e eeuw. Soortgelijke waarnemingen zijn ook gemeld in Lake Champlain, gelegen tussen New York en de provincie Quebec in Canada. Een vrouw genaamd Cindy beweert het zeewezen met haar GoPro te hebben vastgelegd langs de kust van Lake Champlain toen ze aan het snorkelen was. In de video zien we het angstaanjagende zeewezen naar haar toe zwemmen, waardoor de vrouw in paniek raakt. De lengte van Ogopogo wordt geschat tussen de 12 en 15 meter. Vele mensen zeggen dat het slechts een mythe is, maar de videobeelden van Cindy haar GoPro zien er behoorlijk realistisch uit. Omdat we slechts zo'n klein percentage van de oceaan hebben verkend, zou het goed mogelijk zijn dat er nog ongeïdentificeerde zeewezens rondzwemmen. Een ander interessant feitje is dat er jaarlijks in British Columbia het Ogopogo Festival wordt gehouden om de legende te vieren. Nummer 17. Tijdens een helikoptervlucht langs de Chesapeake Bay werd een gigantische slang op camera vastgelegd. De Chesapeake Bay is een grote riviermonding aan de Atlantische Oceaan in het oosten van de Verenigde Staten. De gigantische slang die werd gespot zou Chessie heten en wordt geschat tussen de 15 tot 30 meter lang. Mensen in de reactie suggereerden dat het mogelijk nog groter was. Het wordt beschreven als een slangachtig wezen met een lange nek en bulten waarmee het vaak wordt vergeleken met Nessie. Meerdere mensen hebben gemeld de slang te hebben gezien in de wateren van Chesapeake Bay. De oorsprong van de Chessie-legende is echter terug te voeren naar de Indiaanse folklore waar verhalen over watergeesten en slangen in hun cultuur waren verweven. Met der tijd werden deze verhalen vermengd met de ervaringen en ontmoetingen van zeelieden, vissers en bewoners van het Chesapeake Bay gebied. Dus misschien zijn de videobeelden die vanuit de helikopter zijn gemaakt wel het bewijs dat deze reuzenslang echt bestaat. Nummer 16. Manipogo is een legendarisch zeewezen dat wordt gezegd te leven in Lake Manitoba in Canada. Dit angstaanjagende zeewezen wordt beschreven als slangachtig met een lange nek en een hoofd dat lijkt op dat van een paard. Hoewel veel sceptici de idee van het bestaan van het wezen belachelijk maken, zijn er talloze waarnemingen geweest die niet kunnen worden verklaard. Er zijn in de loop der jaren meerdere meldingen geweest van Manipogo, waarvan de eerste dateert uit het begin van de 20e eeuw.
Het zeewezen is een belangrijk onderdeel geworden van de folklore van de regio. Een van de meest geloofwaardige bewijzen van het zeewezen is een foto dat gemaakt werd door Richard Vincent. In de foto zien we een gigantisch slangachtig wezen dat in het meer zwemt. Maar hier wordt het nog spannender. Sommige rapporten suggereren dat de Manipogo het water kan verlaten en op het land kan voortbewegen. De foto van Richard voegt alleen maar toe aan het mysterie van de Manipogo. De kwaliteit van de afbeelding is echter niet duidelijk genoeg om het zeewezen definitief te identificeren. Nummer 15. Het Suyomaru-karkas is een mysterieus verschijnsel dat voor tientallen jaren wetenschappers, vissers en cryptozoologen in verwarring heeft gebracht. In 1977 haalde een Japanse vissersboot genaamd Suyomaru een enorme karkas op uit de diepte van de zee. Het wezen was meer dan 10 meter lang en had een gewicht van 1800 kilogram. Daarnaast had het een donkere, schilferige huid en een grote, gapende mond vol scherpe tanden. Hoewel sommige mensen geloofden dat het karkas van een zeemonster was, dachten anderen dat het van een reuzenhaai was. De reuzenhaai is een enorme haaiensoort die ongeveer dezelfde lengte kan worden en ook een gapende mond heeft met een taaie, lederachtige huid. De reuzenhaai is echter geen reptiel, dus de theorie dat het Suyomaru-karkas een reuzenhaai was verklaart niet zijn schubbige uiterlijk. De ontdekking van dit zeewezen leidde tot een breed scala aan theorieën. Sommige mensen geloofden dat het bewijs was van een prehistorisch zeemonster dat op de een of andere manier in de moderne tijd had weten te overleven. Anderen dachten dat het een geheel nieuwe soort was, mogelijk een gigantische zeeschildpad of zelfs een plesiosaurus die tot nu toe onopgemerkt was gebleven. Onderzoeken naar het karkas zelf maakten het mysterie alleen maar groter. Analyse door marinebiologen onthulde dat de huid van het wezen geen collageen bevatte, wat normaal gesproken aanwezig is in levende organismen. Nummer 14. Het Senaka Lake Monster is een legendarisch wezen dat zou wonen in het Senaka Lake, een van de Finger Lakes in Upstate New York. Al jarenlang wordt er door de plaatselijke bevolking en bezoekers van het gebied gesproken over dit zeewezen. Deze angstaanjagende foto toont een gigantisch zeewezen in het water met 3 of 4 bulten en een zichtbare staart. Er wordt gezegd dat dit het legendarische wezen zou kunnen zijn en dat er betrouwbare mensen aan boord van het schip waren die beweren het zeemonster te hebben gezien. Dit was echter niet de enige keer dat het zeemonster op camera werd vastgelegd. Een anoniem persoon in Geneva, New York hield het zeewezen enkele maanden in de gaten en wist de gebeurtenis te filmen. Een van de meest interessante feiten over het Seneca Lake Monster is dat het is waargenomen door mensen uit verschillende lagen van de bevolking, waaronder ervaren vissers en lokale bewoners. Sommige waarnemingen zijn zelfs gedetailleerd beschreven door getuigen. Allemaal vertelden over een groot, lang en dun wezen met een kop als die van een paard of schaap. Dus de volgende keer dat je in de buurt van Seneca Lake bent, houd je ogen open en wie weet zie je het legendarische zeewezen wel. Nummer 13. Draken zijn legendarische wezens die in de mythe en folklore over de hele wereld voorkomen en Vietnam vormt daarop geen uitzondering. De Vietnamese draak, bekend als Long, heeft een belangrijke plaats in de mythologie en cultuur van het land. In tegenstelling tot de vuurspuwende draak uit de westerse mythologie wordt de Long geassocieerd met water en vaak afgebeeld als slangachtig in plaats van reptielachtig. Een visserman uit Vietnam wist echter een draak op camera vast te leggen die voor een paar seconden uit het water kwam. Helaas konden we niet meer informatie vinden over deze video, maar zou deze video het bewijs kunnen zijn dat draken onder ons leven? Veel Vietnamese legendes en mythen vertellen over een wezen dat mensen zegent met voorspoed, overvloedige regen brengt en het land beschermt tegen natuurrampen. Jammer genoeg kunnen we de draak maar voor een paar seconden zien voordat hij weer terug het water ingaat. Een ander interessant feitje is dat de longdraak een essentieel onderdeel is van veel Vietnamese festivals, waaronder het Tet Lunar New Year Festival en het Mid-Autumn Moon Festival. De draak is vaak aanwezig in parades waar performers een lange, kronkelende draak van papier of zijde dragen en dansen op het ritme van drums. Ook wordt er gesuggereerd dat de grootste god ter wereld, Hang Song Dong, gelegen in Phong Nha Ke Bang National Park, mogelijk een drakenhol is. Nummer 12. De Yangtze rivier in China herbergt verscheidenheid aan raadselachtige zeemonsters die mogelijk niet allemaal erkend worden door de wetenschap. Onlangs dook er een video op van een vreemd zeemonster dat zijn weg baande door de rivier. Dit zorgde voor een grote discussie rondom kijkers over wat het precies zou kunnen zijn. Mensen in de reactie schatten de lengte van het zeewezen op ongeveer 10 meter en denken dat het een paling, een alligator of een slang kan zijn.
Helaas konden we niet meer informatie vinden over deze video. Een ander riviermonster dat soms in de Yangtze-rivier wordt gespot is de Chinese reuzensalamander. Dit dier is de grootste amfibie ter wereld en wordt soms wel een babydraak genoemd. De Yangtze-rivier is ook de thuisbasis van de Yangtze-steur. Deze vis is een van de grootste soorten zoetwatervissen ter wereld. Dus het zou een van deze zeedieren kunnen zijn, of het is een ongeïdentificeerd zeewezen. Wat denk jij? Laat het me weten in de reacties. Nummer 11. Deze volgende video uit 2007 is een van de eerst gedocumenteerde waarnemingen van het Loch Ness-monster. Gordon Holmes, de man die het moment filmde, hoopte dat het mysterie snel wordt opgelost. Het zou de lokale bevolking namelijk kunnen afschrikken als er een ongeïdentificeerd zeewezen zich in hun wateren bevindt. Sommige mensen in de reacties zeggen dat het mogelijk de laatste overgebleven soort van de plesiosaurus zou kunnen zijn. Tot op de dag van vandaag blijft het Loch Ness-monster een van de beroemdste legendes met de meest geloofwaardige waarnemingen die over de jaren zijn gemeld. De eerste gemelde waarneming van Nessie dateert uit 565 na Christus, toen een Ierse monnik genaamd Sint Columba het mysterieuze zeewezen te hebben gezien in Loch Ness, Schotland. Volgens de legende zag Sint Columba een man aangevallen worden door een waterbeest in de rivier de Ness en hij greep in waardoor de man werd gered. Op het diepste punt is het Loch Nessmeer meer dan 230 meter diep, waardoor het dieper is dan de Noordzee. De enorme omvang en diepte van het meer maken het dus een ideale schuilplaats voor een groot wezen zoals Nessie. Nummer 10. In de jaren 1960 beweerde een man genaamd Richard Freire een mysterieus zeemonster tijdens een duikexpeditie te hebben gezien. Hij meldde dat hij een bultachtig wezen met een lange nek en flippers zag en was ervan overtuigd dat het een levende plesiosaurus was. Het kreeg de naam Lomond Dinosaurus Monster omdat het zeemonster werd gevonden in Loch Lomond, het grootste zoetwatermeer in Schotland. De eerste geregistreerde waarneming van het Lomond monster dateert echter uit de 6e eeuw toen een Schotse heilige op bedevaart een grote beest in het water zag. Mocht het daadwerkelijk een plesiosaurus zijn, dan betekent dit dat het aquatische reptiel er op een of andere manier in is geslaagd om miljoenen jaren te overleven. Anderen beschreven het zeemonster als een reuzenslang of een monsterlijke vis. Volgens Richard zou het zeewezen ongeveer 6 meter lang moeten zijn geweest. Loch Lomond zelf is een adembenemend mooie locatie omringd door bergen en weelderige groene bossen, waardoor het mogelijk de perfecte plek is voor een legendarisch zeewezen. Nummer 9. Deze groep mensen was aan het varen in de wateren van Florida toen ze iets in het water zagen bewegen. Een van hen was slim om snel hun camera erbij te pakken en het fenomeen te filmen. De video toont een zeewezen dat in het water zwemt en een draaikolk veroorzaakt, waardoor de groep verbijsterd achterbleef, afvragend wat het zou kunnen zijn. Sommige mensen denken dat het een anaconda zou kunnen zijn van een enorme lengte, terwijl anderen geloven dat het een groep zeekoeien is. De meest voor de hand liggende scenario is dat het een grote anaconda is, omdat deze in Zuid-Amerika vaker worden gevonden. Anacondas kunnen ook 10 minuten onder water hun adem inhouden en staan bekend om het creëren van sterke stromingen met hun krachtige spieren, wat het draaikolkachtige effect op de video zou kunnen verklaren. Nummer 8. Mokele Mbembe is een legendarisch wezen dat wordt gezegd te leven in het stroomgebied van de Congo-rivier in Centraal-Afrika. Het wordt beschreven als een grote dinosaurusachtige dier met een lange nek en een lange staart en is het onderwerp geweest van talrijke expedities en ooggetuigenverslagen. In deze video zien we een man wegvaren van wat mogelijk Mokele Mbembe is, die achter hem uit het water komt. Er wordt gedacht dat Mokele Mbembe mogelijk een overlevende soort van dinosaurus zou kunnen zijn, wellicht een sauropode. Hoewel de wetenschappelijke gemeenschap het er grotendeels over eens is dat alle dinosaurussen miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven, zijn er de afgelopen jaren enkele geïsoleerde gevallen geweest van schijnbare dinosauruswaarnemingen. Bovendien is het terrein van het stroomgebied van de Congo-rivier ongelooflijk dicht en moeilijk te navigeren, wat betekent dat het mogelijk is dat een overlevende populatie van dinosaurussen bestaat zonder ontdekt te worden. Nummer 7. Het Tianjinmeer, gelegen in het noordoosten van China, vlakbij de grens met Noord-Korea in de Shanghai-bergen, staat bekend om zijn prachtige landschap. Er wordt echter geloofd dat er iets onder de oppervlakte schuilt, een wezen dat bekend staat als het monster van het Tianjinmeer. De lokale bevolking noemt het ook wel het Chonchi-monster en ze denken dat het lijkt op een plesiosaurus. Anderen denken dat het Chonchi-monster een elasmosaurus is, een type plesiosaurus die zich in het meer schuilhoudt.
Volgens een Chinese journalist die in 2007 naar de plek is geweest, zou hij 6 keer het zeewezen hebben gezien. Het wezen zou een lange nek hebben met een slank lichaam met kleine vinnen en een lange staart. Waarnemingen van het monster van het Tianjinmeer dateren minstens tot de jaren 1970, toen lokale vissers melden dat ze vreemde wezens in het meer zagen zwemmen. Nummer 6. Nahuelito is een zeewezen dat het Nahuelhuapi-meer in Argentinië zou bewonen. Het wordt beschreven als een grote waterwezen en wordt vaak vergeleken met het Loch Ness-monster. Er zijn verschillende verslagen over de grootte van de Nahuelito, waarbij sommigen beweren dat het ergens tussen de 10 en 40 meter lang is, terwijl anderen suggereren dat het kleiner kan zijn. Verschillende mensen beweren het slangachtige wezen met zijn lange nek en bulten door het diepe water hebben te zien zwemmen. De legende van Nahuelito heeft diepe wortels in de inheemse Mapuche-cultuur, waar verhalen over watergeesten en wezens in hun mythologie zijn verweven. Terwijl sceptici Nahuelito afdoen als slechts een legende of een geval van verkeerde identificatie, beweren gelovigen dat er meer achter de verhalen schuilt. Sommigen speculeren dat Nahuelito een overlevende soort zou kunnen zijn uit prehistorische tijden. Wat denk jij wat we hier door het water zien zwemmen? Nummer 5. In de tv-show The Proof is Out There reist Tony Harris naar de kust van Florida om de Bermuda-driehoek te onderzoeken. Een van de ontdekkingen die ze lieten zien was een vreemd zeemonster dat was aangespoeld in de wateren van Bermuda. Het is een mysterieus zeedier van epische proporties, maar er is ook de mogelijkheid dat dit de resten zijn van een walvis. Als een walvis sterft, kan hij naar de bodem van de oceaan zinken of op het oppervlak drijven, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Aan het oppervlak kan zijn lichaam een potentieel gevaar vormen vanwege de gassen uit de ontbinding. Andere onderzoekers suggereren dat het een globster is, een ongeïdentificeerde organische massa die is aangespoeld aan land. Deze organische massa's missen dikwijls botten en ogen en zijn daarom lastig identificeerbaar. Mogelijke verklaringen zijn dat globsters restanten zijn van reuzeninktvissen of haaien. Wat denk jij wat voor een zeemonster is aangespoeld in de wateren van Bermuda? Laat het me weten in de reacties. Nummer 4. Het Morrachzeemonster is een wezen dat in Loch Morar zou wonen, een diep zoetwatermeer in de Schotse hooglanden. Dit zeewezen spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding van de plaatselijke bevolking en voegt een sfeer van mysterie toe aan het fascinerende landschap. Sommige toeristen komen speciaal naar Schotland toe om deze vermeende zeemonsters te zien, terwijl anderen er toevallig op stuiten. De oorsprong en de aard van het Morrachzeemonster zijn onderwerp van discussie en speculatie. Sommigen geloven dat Morrach een overlevende soort is uit prehistorische tijden, terwijl anderen suggereren dat het een verkeerd geïdentificeerd wezen zou kunnen zijn. Het Morrachzeemonster wordt ook vaak vergeleken met het monster van Loch Ness. Of je nu wel of niet gelooft in de verhalen, het wordt beschreven als een slangachtig wezen met bulten langs zijn rug. Na het horen van dit soort informatie zal je waarschijnlijk weg willen blijven van grote watermassa's omdat we niet weten wat er zich schuilhoudt. Waarnemingen van het zeemonster zijn in de loop der jaren sporadisch geweest, waarbij sommigen suggereren dat het monster alleen tijdens bepaalde perioden of omstandigheden kan verschijnen. In het midden van de stilte die het Morrachzeemonster al meer dan 20 jaar omringt, meldt een man genaamd Doc, die samen met zijn vrouw Charlotte in de buurt van het meer verbleef, dat ze het zeemonster niet 1, maar 3 keer hadden waargenomen. De langste ontmoeting zou 10 minuten hebben geduurd voordat het wezen weer onder water dook. Nummer 3. Lake Champlain, gelegen in het noordoosten van de Verenigde Staten, is bekend om zijn heldere blauwe wateren en prachtige omgeving. Maar als de lokale folklore enigszins klopt, is het ook de thuisbasis van een ongrijpbaar zeewezen dat bekend staat als Champ. Voor het eerst gezien in de late jaren 1800 wordt gezegd dat Champ een enorm slangachtig wezen is met een gebogen rug en een lange zweepachtige staart. In deze video beweert een persoon een nek uit het water te hebben zien steken en was snel genoeg om zijn camera te pakken om het zeemonster op camera vast te leggen. Sommige legendes van de inheemse Amerikanen suggereren dat het gebied rond Lake Champlain ooit bewoond werd door een ras van watergeesten. Mensen geloven echter zo sterk in het zeemonster dat er verschillende Champ-thema-musea zijn rond het gebied van Lake Champlain die verschillende bewijsstukken tonen die verband houden met het vermeende bestaan van het wezen, waaronder ooggetuigenverslagen en foto's. Bovendien stelde in 1982 een wetgever van New York een wet voor dat Champ een beschermde status als zeldzame en bedreigde soort zou geven, maar het voorstel werd uiteindelijk afgeschoten. Nummer 2.
Het eerste bekende geschreven verslag van het Storsjöjur-redwezen kwam uit 1635 toen een Zweedse man genaamd Johannes Broden erover schreef in zijn reisdagboek. Storsjöjur-red, ook wel bekend als het grote meermonster, is een legendarisch wezen dat wordt gezegd te leven in het vijfde grootste meer van Zweden, Storsjön. De legende werd populair in de 17e eeuw en waarnemingen en verhalen over het wezen gaan tot op de dag van vandaag door. Verslagen vertellen dat het zeewezen kan variëren van enkele meters tot wel 12 meter lang. Zoals we in de video kunnen zien lijkt het erg veel op een monsterlijke paling, maar anderen zeggen dat dit het legendarische Storsjöjur-redwezen is. In 1894 beweerde een lokale timmerman een houten model van Storsjöjur-red te hebben gemaakt op basis van zijn eigen ontmoeting met het zeewezen die enkele jaren eerder had plaatsgevonden. En in 1986 beweerde een team van duikers een groot ongeïdentificeerd zeewezen op de bodem van het Storsjönmeer te hebben gezien. Nummer 1. Een van de meest populaire video's van het Loch Ness Monster is deze volgende video die miljoenen weergaven heeft. Het doet je afvragen of Nessie daadwerkelijk bestaat of dat het slechts een verkeerd geïdentificeerd zeedier is. Sinds de jaren 1930 zijn er meer dan 1000 meldingen geweest van het Loch Ness Monster. Hoewel veel van deze waarnemingen gemakkelijk te verklaren zijn, blijven sommige onverklaarbaar. In de video hebben we meerdere keren al gesproken over Nessie, maar wat dacht je van wat minder bekende feiten en theorieën over het geliefde zeemonster? Een interessante theorie over Nessie is dat het een gigantische prehistorische zeeschildpad kan zijn. Volgens een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Biological Conservation is Nessie een langnekkige schildpad die nooit is uitgestorven. De beroemdste Nessie-waarneming vond echter plaats in 1934 toen een foto ervan werd gepubliceerd. Maar sommige mensen beweren dat deze foto nep is. Een ander interessant feitje is dat in de jaren 1960 een team van wetenschappers onderwatercamera's en sonar gebruikte om de diepte van Loch Ness te scannen. Hoewel ze geen overtuigend bewijs vonden van het bestaan van het zeewezen, detecteerden ze wel een aantal onverklaarbare sonarlezingen die suggereren dat er iets reusachtigs in het meer leeft. Wat is het grootste zeemonster wat jij ooit hebt gezien? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.